denk eigenlijk dat dat potje 5 tegen 5 spelen is of gaat zijn. Daar kijk ik wel het meeste naar uit. En dat miste ik ook het meeste. Over het algemeen kan ik wel nog redelijk dingen doen die ik normaal gesproken ook deed. Behalve dan het basketbalgedeelte. Toen ik jong was, wist ik niet precies wat voor een sport ik wil gaan doen. Dus heb ik door mijn basisschool, door een of ander programma, ik weet niet meer precies hoe het heet, heb ik verschillende sporten geprobeerd. Toen kwam ik uiteindelijk bij basketbal terecht en dat lag mij wel redelijk, ik was wel redelijk groot. En toen ben ik in Apeldoorn daarmee begonnen. Mijn coach daarvan, die zag wel potentie in mij en toen ben ik uiteindelijk steeds hoger niveau gekomen en uiteindelijk een keer naar Zwolle gegaan. Zo ben ik het basketbalwereldje echt ingerold. Daar heb ik toevallig deze zomer redelijk veel over nagedacht. En ben ook weer begonnen met mijn studie bouwkunde. En het uiteindelijke doel daarvan is om architect te worden. Dus ik hoop dat dat over 20 jaar gerealiseerd is, dat doel. Pizza. Ja, dat is wel LeBron. Wel duidelijk. Giannis moet nog veel meer bereiken. Maar misschien over 15 jaar is het anders. Rock, maar ik kan zeker ook hip-hop waarderen. Wat is dat nou voor een rare vraag? Natuurlijk Rotterdam. Ik heb meer Nike, maar dat maakt me eigenlijk vrij weinig uit. Wat lekkerder zit. Ik drink meer thee, maar koffie op zijn tijd kan ik ook, hou ik ook echt wel van. Ik heb ze zelf niet. Maar ik heb er niks tegen. Ik denk niet dat ik er zelf ooit een ga nemen, maar wie weet. Ik sta er wel open voor. Avondmens. Duidelijk. Het maakt niet uit zolang we scoren. Zolang we als team scoren. Nou, ik hoop voordat mijn contract al afloopt. Dus dat weet ik nog niet precies wanneer dat zal zijn. Misschien volgend jaar al.